Door de vele beschuldigingen die werden geuit over de rol van staatsolie bij de ondergelopen dorpen in Brokopondo door het spuien, is er door diverse personen opgeroepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen. De resultaten van dit onderzoek, welk is opgezet door de Energieautoriteit Suriname, EAS, zijn bekend. Het resultaat van het onderzoek is dat is uitgevoerd door het Braziliaanse bedrijf Worley en Garaya, is dat staatsolie juist en tijdig heeft gehandeld voor wat betreft het spuien, gedurende momenten dat zulks noodzakelijk en verantwoord was. EAS heeft de betrouwbaarheid van het onderzoek ook laten toetsen door een hydrodeskundige uit Bolivia.